Goedenavond iedereen. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la conférence de presse de ce soir. We're going to listen to the analysis of our coaches and we're starting with Mr. Dela from Standard. What can I say? First of all, we come to a very difficult place and a very good football team we play against. We have been in a bad period as a team now for a while. And we have conceded way too many goals and haven't had the intensity and the commitment in the team that we wanted. Today that was back, and I'm very proud of the boys, the way they fought, how they committed, how they solved challenges on the pitch, how they stay in the game and suffered together. And that sometimes has to, sometimes you have to do that, especially when you play good teams away. And this is the has to be in the bottom in every game we play. And of course, we want to create more, we want to play the ball more. But today, we wanted to have something with us. And because of the desire in the team, we get something in the end. And I think that's going to be an important point for us in the when we look back for rest of the season. Thank you. Hein? Ja, dit was een wedstrijd die wij wilden winnen. Die we konden winnen en die we hadden moeten winnen. Deels tegenslag, deels ja, een beetje ongelukkig ook. Misschien niet de juiste beslissingen ook op het juiste moment. Ik denk dat er alleen kansen waren langs onze kant. Onze doelman heeft geen werk gehad vandaag. Maar oké, dat is de verdienste van de tegenstander die een blok heeft gezet. We zijn er een aantal keer doorgekomen, onvoldoende. Ik vind vooral op set pieces te weinig. Die waren nogthans heel vaak goed getrapt. Daar moeten we echt wel meer aan de slag met onze grote mannen. Is dit te weinig? Dan moet je echt eens verschil kunnen maken. En vandaag waren we daar niet gevaarlijk op. Maar oké, er was uiteraard ook tegenslag eerste helft. Twee keer doelhout, twee keer de rebound. We blokken hem zelfs ene keer zelf af. Ook de beslissingen, Hugo, eerste helft, shot, eerste hoek. Als hij tweede hoek shot, zit hij binnen. Matisse Amois is hetzelfde in de tweede helft. Shot ook, eerste hoek waar de doelman staat. Als hij die daar ook verste hoek shot, zit hij wellicht ook binnen. Dus ja, we hebben geen 100 kansen gecreëerd. We hebben er zelfs geen 20 gecreëerd. Maar genoeg eigenlijk om de match te kunnen winnen. En ik vond dat er in de eerste helft een veel te lang dood moment was van onze kant. Met te weinig beweging, te weinig drive. Dat was beter in de tweede helft. We hebben heel de tweede helft bijna geparkeerd op hun helft. Alleen jammer genoeg, ja, niet inventief genoeg, denk ik, om dan een actie te maken, het verschil te maken. Ook niet met de wissels. Iets wat tegen Cercle dan wel lukte, vandaag niet. Je ziet de ene match is de andere niet. En, het zijn jammere punten voor ons. Het zijn twee punten die wij laten liggen. Dat had niet gehoeven. Maar ik zeg, het was een beetje van alles. Hè. Het was ook een beetje onchance erin, een beetje ongeluk erin. Dus, de verdiensten van Standaard, zolang dat je geen doelpunt pakt, ja, blijven ze overeind. Met een heel jong elftal hebben ze dat goed gedaan. Maar blijf erbij, Gent had altijd deze match moeten winnen. Dankjewel, dat waren de analyses voor de kijkers van ons intern tv-circuit. We zien hen graag terug bij de volgende thuismatch op 15 februari tegen Kortrijk.